nodig. Yo gasten van Almus Normaal, mijn naam is Bart en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, ik heb vandaag weer eens een fingerboard video. Yeah, jullie hebben erop gewacht. Yeah, hij is er eindelijk weer. Yes. Maar dat is niet het enige. Ik heb namelijk ook 5000 abonnees gehaald. Dankjewel. Ja, dat is super vet. Ik ben er super blij mee. Dank jullie allemaal voor het abonneren. En weet dat er ook dus wat tofs aan gaat komen. Maar ik had bij de 10.000 abonnees beloofd om een Black River Rams park te kopen. Ik heb natuurlijk de playground al. Maar ik wil ook een eigen parkje hebben. Nu heb ik een hele hoop losse Rams overal liggen. En lijkt mij een goed idee om daar ook een keer een parkje van te maken. Want deze is best wel klein. En ja, ik kan hem misschien wel toevoegen aan een tafel of zoiets. Maar ik ga jullie zo meteen laten zien waarom ik dat niet kan doen. Maar wij gaan dus vandaag gewoon een parkje bouwen met alle losse Rams die ik heb. Ik kan jullie wel meenemen met wat ik al een beetje had klaargezet. Het is niet veel, maar het is wel iets. Het is... een tafel. Ja, kijk, zoals jullie kunnen zien, deze tafel kan best wel hoog. En deze poot is dan goed, alleen deze poot die werkt niet mee, dus we zitten op een doosje. Hij rijdt in ieder geval super smooth. Wacht even hoor, ik zal het even erbij pakken. Ja, die rijdt heel erg lekker, dus hier kunnen we zeker een mooi parkje op bouwen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk alle ramps nodig. En ik ga jullie natuurlijk meenemen met het bouwen van het parkje. Het is niet de grootste tafel. Ja, ik denk wel dat we er wat leuks mee kunnen doen. Ik denk wel echt wel dat er potentie is in een klein 5000 subs mini parkje. Dus ik ga gewoon de ramps erbij pakken en dan gaan we gewoon kijken. Alright, jullie staan klaar, maar dat doe ik nadat ik deze... Ja, ga ik nu ook even de spullen pakken. Dus ik zie jullie zo meteen. Ik ga nu even de ramps pakken. Alright, dat zijn de eerste paar. En dan heb ik hier nog wat ramps. Brengt ook wat groen hè, in onze parkjes. Ook wel belangrijk. We moeten het een beetje natuurlijk en vegan friendly houden. Trouwens, ik zie er super lekker zondags uit. Dat komt ook omdat het zondag is. Deze video heb ik gisteren ook geprobeerd op te nemen. De opnames waren gefaald. Het is echt heel kut om te zien. Maar ja, ik doe hem dus nu nog een keer. Oké, ik pak nog de laatste dingen. Zo, en dan heb ik hier de laatste dingen. En dan denk ik eigenlijk dat dit parkje wel in ieder geval voor nu genoeg attributen heeft. Ik zal jullie even meenemen met de attributen die ik heb gepakt. Zoals jullie kunnen zien, halfpipe, alle twee de coping van deze kant en de coping van die kant, die missen. Misschien had ik dat even gaan fixen. Dat ga ik zo even fixen. Bonsai concrete. De eye-dingen van Yellowwood. Natuurlijk moet er een manual pad komen. De staircase van Black River Rams. Een rail en een bankje. Ik denk dat ik hier wel een tof parkje mee ga bouwen. Dus ik ga het zo meteen even leuk neerleggen. Maar ik ga eerst eventjes die coping fixen. Dus ik zie jullie zo meteen terug. Eventually. Alright, ik heb het gefixt. Het is weer helemaal compleet. Ik zal even laten zien hoe ik het heb gedaan. Super lelijk. Ik heb gewoon dubbelzijdige plakband aan de onderkant geplakt. Maar... het zit er aardig op, dus ook aan deze kant gewoon in het midden. Het zit er aardig op. Ik weet niet of het grindable is trouwens, want ik denk dat die... nou, dat is trouwens nog best wel oké aan deze kant. Nou, het blijft op zich nog gewoon... het is gewoon door te doen. Het ziet er lelijk uit. Dus nu is het compleet. Heb ik hier alle ramps die ik ga gebruiken. Daar gaan we dus nu een parkje van bouwen. Ik heb al wel een beetje een idee in mijn hoofd. En ik denk ook wel dat dit wat gaat worden. Dus ik ga ze nu neerzetten op een manier waarvan ik denk van... hey, dat is misschien nog best wel gaaf. Ik heb jullie nu even daar neergezet. Ik ga ondertussen praten over het leven en ga ik dit parkje opbouwen. Ik zal jullie even een beetje meenemen met wat ik dus nu heb gemaakt. Hier heb je dan een halfpipe, de staircase. En dan kan ik misschien ook nog vanuit de staircase zo naar de bonsai. Misschien dat ik hem er gewoon tegenaan zet zo. Dan kan ik ook zo deze pakken. Zo. Dan hebben we vanuit hier naar een rail. Dat eigenlijk is deze net te dichtbij. Dus die moet ik eigenlijk ook herplaatsen. Het is net een te kleine tafel om echt alles hier zo op te doen. Maar... hey joh, waarom val je nou? Dus je gaat vanuit hier, ga je zo naar beneden. Kan je hier grinden, hop. Ga je door. Heb je hier nog de mooie Yellowwood pad. Om het wat groener te maken. Hop. Of deze kan ik trouwens. Oh, wacht. Ik krijg nu een echt goed idee. Om dit in het midden te hebben. Want dit is ook echt zo'n middelpunt dingetje. Ik kan dat bankje op zich ook weer hier neerzetten.
heb ik hier gewoon een manual gedeelte met een bankje. Dan heb ik hier nog een kleine manual pad om hier op te gaan. En dan kan ik altijd nog door zo naar de halfpipe. Dus dat is wel vet. Nou, ik denk dat dit wel wat is zo hoor. Van alle ramps die ik heb, gewoon wel een tof parkje gebouwd. Op zich ben ik hier best wel blij mee. Nou ja, het is gewoon heel simpel eigenlijk. Je pakt gewoon je rampjes bij elkaar. Je zorgt gewoon van, hé, dit vind ik er zo vet uitzien. En dan kan je gewoon een parkje ervan maken. Dus ik heb hier nu gewoon een manual gedeelte met het bankje. Dan heb ik hier gewoon nog een rails om wat tricks op te doen. En dan heb ik hier, om hier bijvoorbeeld gewoon manual tricks te doen. En dan kan ik bijvoorbeeld altijd nog door naar de halfpipe, zoals ik net ook al zei. En dan heb ik aan deze kant gewoon de halfpipe, waar ik gewoon wat toffe tricks op kan doen. En dan hebben we gewoon een parkje op. Natuurlijk is dit verre van een Black River Rams Park. Maar ja, ik heb nog steeds geen 10.000 abonnees, dus ik moet het hier toch even mee doen. Ik vind het wel super vet eigenlijk. Hij ziet er tof uit. Jammer dat dan dit stukje hout gewoon wit is, maar weet je, je moet toch wat. Ik ben er heel blij mee, dus op zich gaan we denk ik nu maar gewoon de ding shredden as fuck. En zo kan je dus heel simpel een eigen parkje bouwen. Je hebt natuurlijk ook helemaal niet deze ramps nodig, hè. Je kan ook gewoon dit doen met boeken of met zelfgemaakte dingen. Zoals, nou ja, jullie kunnen het ook zien, die halfpipe heb ik natuurlijk gewoon zelf gemaakt. Dus dat is natuurlijk heel simpel om te doen. En ja, nee, ik vind hem echt wel heel erg vet geworden. En dan gaan we nu gewoon keihard shredden op mijn eigen gemaakte park. Nou ja, ik denk dat dit in ieder geval wel de video was voor vandaag. Het parkje vind ik echt ziek geworden. Ik denk dat ik hem ook best wel veel ga gebruiken. Meer dan ik had verwacht eigenlijk. Want ik vind hem echt super vet. Ik kan er super toffe tricks mee. Ik ben er echt heel blij mee. De rest van de kamer, ja, dat is nog wel een beetje random zooi. En hier lamp en hier allemaal kartspullen en weet ik het allemaal. Het gaat natuurlijk om het parkje. En daar ben ik echt wel blij mee. Dus ik denk dat ik deze zeker ga shredden. Mocht jij ook een leuk parkje willen maken, laat het me altijd zien. Mijn Instagram staat in de beschrijving. En stuur gewoon een foto van het parkje wat jij hebt. Ik ben heel erg benieuwd waar jij op shred. En ik hoop dat ik jullie gewoon weer ga zien bij de volgende video. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval erg leuk vond. Ik vond het super leuk om te doen. Het was weer lekker creatief. En ik hoop dat jullie mijn tricks ook wel goed vonden. Ik begin wel beter te worden. Maar momenteel ben ik druk bezig met al die andere dingen. En Minecraft en dit en dat. Daar komt ook een serie van. Ik kan niet wachten dat ik jullie daar ook mee kan nemen. En ik denk dat jullie het ook heel erg tof vinden om die content te zien. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!